Ik ben Manon Hulsenbos. Ik woon in Nieuw-Pekela. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8. Ik speel bugel bij de fanfare Excelsior. Mijn vriendinnen vinden het wel leuk dat ik bij de muziek speel. Want drie van mijn vriendinnen spelen zelf ook bij de muziek. Twee daarvan spelen bugel, Jasmijn en Sanne. En één daarvan speelt trompet, dat is Danique. Ik heb muziekles van Bouke Burggraaf en dat vind ik wel heel leuk. Ik heb altijd op woensdagmiddag les. Ik vind dat hij wel heel goed muziekles geeft, want hij is ook heel erg gezellig. Hij maakt ook grapjes tussendoor en dat vind ik ook wel leuk. Mooi, goed zo. Heb je zelf ook een idee wat er dan een beetje ging gebeuren? Ja. Vertel. Snel. Ja, je gaat zo snel. Zo eindig je. Ja. Ja. Dus probeer erom te denken dat je dat tempo mooi vasthoudt. Ja. Nou, de volgende keer dan gaan we nummer 4 doen. Ja. Hieruit. Ja. Oké? Okay? Ja. Goed zo, meid. Het leukst vind ik om mooie grote concerten te spelen. En gewoon leuke muziek. Mijn ouders spelen ook in het orkest. Mijn moeder speelt slagwerk en mijn vader speelt op bestbas. En mijn zus speelt ook in het orkest en die speelt sopraansaxofoon. Heb je een beetje zin in vanavond of niet? Ja. Ja? Ja? Heel erg. Nou, we kijken nog wel weer in de autopaak. Ja. Ja, hoop het wel. Ja. Nou, als wij naar de repetitie gaan, dan is het best wel een gedoe in de auto. Want papa heeft een heel groot instrument en past er net in. En dan moet Danique er koffer van de saxofoon, die moet dan nog bovenop de bas en mijn instrument komt er dan nog naast. En er moeten ook nog hele grote tassen erin, ook een tas van mama, die heeft slagwerk, dat is daar. Dit past er allemaal net in. De repetitie begint, dan kom je binnen, je zet al je spullen klaar en dan begint Bouke met de koraal, dan gebed. Dan gaat de voorzitter gaat dan van alles vertellen en dan gaan we beginnen met de muziek. Excelsior is het heel leuk omdat we met 50 leden zijn en ook wel gezinnen zoals wij, maar ook wel andere families. Het maakt niet uit of het jong of oud is. Zijn we oudere mensen, maar ook wel jongere mensen. Mijn vriendinnen spelen er ook bij en het is altijd heel erg gezellig en dat is ook wel heel belangrijk. Wat vind je van Manon? Een fantastische muzikante die zeer gemotiveerd is en waar ik elke week met plezier les aan mag geven.